Ik merk dat veel mensen wat ik zeg grappig vinden. Is het leuk als mensen om je lachen en overkwam het jou al vroeg? En moet ik er nu mijn werk van maken? Het is natuurlijk altijd leuk als mensen moeten lachen om wat jij zegt. Dat is altijd leuk. Ik bedoel, dan ben je eigenlijk een beetje de leukste van de klas, de lolligste van de klas. Het is superleuk. Zeker als mensen om je lachen. Ik denk dat de eerste keer dat mensen om mij lachten, toen had ik het eigenlijk niet eens door. En toen zat ik volgens mij op de jeugdtheater. En toen, ja, er was een rol en dan moest ik iets zeggen. En het was volgens mij niet eens grappig bedoeld, maar de intonatie daardoor ging eigenlijk de zaal elke avond stuk. Waardoor ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Ik was toen heel jong hoor, ik was echt iets van 14 of zo. En dat was wel heel tof om mee te maken. Als een hele zaal om jou lacht, hoe meer mensen, hoe beter eigenlijk. Ik weet niet in hoeverre jij de ambitie hebt. Wat ik wel wil meegeven is dat het is super hard werken. Er zit heel veel techniek achter, er zit heel veel timing, gevoel, behalve alleen maar lollig te zijn eigenlijk. En ja, het is gewoon echt werk. Het is vaak ook een eenzaam beroep, dat moet ik wel toegeven. Ik heb het geluk gehad dat ik jaren heb kunnen toeren samen met een collega. Maar ja, je moest soms echt, het is voor 20 minuten show, moest je 3 uur in de trein naar Groningen en ook weer 3 uur terug, terwijl je maar 20 minuten moet optreden. En ja, het was gewoon bikkelen. Soms kwam je echt zo laat thuis. En je moet er gewoon echt hard voor werken. Dus het is leuk dat mensen om je kunnen lachen en dat mensen je grappig vinden. Maar besef wel dat je er gewoon aan de slag mee moet gaan als je het echt wilt. Dus ik zou zeggen van, wil je het? En denk je dat je er werk van moet maken? Ik bedoel, je kan naar Club Hou gaan, dat is hartstikke leuk. Dan kan je je materiaal uitproberen. Ik zou sowieso ook een workshop bij hun volgen of ergens anders. En dan gewoon je skills een beetje improven. Zodat je langzaam maar op een professionele manier mensen aan het lachen kan maken.